welkom bij een nieuwe video van de Puzzlematte Friendly voor puzzels tot met 1500 stukjes. Dat is deze. En in een andere video heb je gezien hoe ik de puzzelmat ging oprollen met deze dunne koker. 4 centimeter ongeveer. Ik ga nu laten zien hoe je hem oprolt met deze koker. Want dat kon ook. Dat staat ook. Dat het met deze kan. Dat staat hier. Dat is ongeveer 10,5 centimeter. En ik heb natuurlijk de sluitbanden erbij. Daar zit ik altijd een beetje mee te stoeien hoe het moet. Ik ga je laten zien hoe het werkt als we deze gebruiken. Ik heb zelf het idee dat die dikkere beter werkt. Maar dat gaan we ervaren. En altijd goed aanduwen, de mat. En dan stevig drukken, zodat geen puzzelstukjes omvallen, wegvallen. Je zou zeggen dat deze beter is, omdat de puzzel dan ook een beetje minder fout als het ware. Omdat die wat groter is. En nou, dan gaan we weer met de banden. Dus even kijken hoe goed die we weer omkrijgen. En in je eentje is dat soms nog wel weer wat lastiger. Nou, eens even kijken hoe ik deze kan fixen. Deze moet eventjes andersom, denk ik zo. Zo. En dan is het altijd de uitdaging om het... Zo, dat is eentje. Nou, we kunnen er ook twee om doen, hè, in plaats van drie. Ja. Nou, ik doe er eventjes twee om. Ja, je kunt natuurlijk nog eentje in het midden doen als je hem echt gaat verplaatsen. Maar zo kun je hem al prima meenemen. Kijk, je ziet hier een paar stukjes die hier al komen. Eentje eruit, dus je moet de stukjes goed ver naar binnen doen. Ik heb hier natuurlijk ook niet eentje om, anders zit hij hier ook. He, dat is eigenlijk wel zo handig. En nou, dit is hoe je hem oprolt. In een andere video ga ik laten zien hoe je hem afrolt en wat het resultaat is. Of hoe goed de puzzelstukjes zijn blijven liggen.